dat houdt de KLM tot eind maart een aangepaste dienstregeling met minder vluchten. Het aantal toeristische boekingen is met 40% verminderd en dat verandert voorlopig niet. Nog het laatste nieuws. In een vuurwerkfabriek in Culemborg heeft een ontploffing plaatsgevonden. 5 kilometer in de omtrek van de fabriek zijn er ruiten gesneuveld. Politie en brandweer uit de omliggende gemeente.